Persoonlijk gebruik ik de anthurium het liefst in een monocultuur. Dus alleen maar anthuriums bij elkaar. En dan een hele grote uitbundige arrangementen. Die heel contrastrijk zijn met een strakke anthurium gecombineerd met een pure ondergrond. Nou, ik ga vandaag een hip stad parallel gebonden boeket maken van anthuriums. Voordeel van anthuriums is dat er echt in onwijs veel hippe en meest uitbundige kleuren zijn. Ze zijn ongelooflijk lang houdbaar. Dus in tegenstelling tot andere bloemen heb je aan een anthurium kun je er gewoon makkelijk 2 weken, 3 weken soms meedoen. Nou, die anthuriums zijn er de meest uitbundige en verschillende vormen. Zo hadden we net een hele grote, enorme flap. Maar je hebt ook de nieuwe soortjes. Hele lange, puntige en hele felle kleuren. Wat mij betreft draait het bij anthuriums niet om perfectie. Het is een hele strakke, eenvoudige bloem met een groot schutblad en een lange aar. Maar juist door ze heel maf en strak bij elkaar te bundelen, krijg je een heel eigentijds en modern effect. En door al die verschillende kleuren en dan die aren die ertussen uitspringen, krijg je een beetje een maf, eigentijds, misschien een beetje New York-achtig stijlgebonden boeket. Voor het contrast tussen de strakke anthuriums gebruik ik eigenlijk een touw met hierin een ijzerdraad gewikkeld om de anthuriums zo strak mogelijk bij elkaar te kunnen bundelen. Dit geeft een goed contrast tussen de strakke vorm van de anthurium en dan toch weer het pure van het touw. Zo. Dan bind het boeket op 2 punten samen. Zo, nou, ter afwerking van het boeket zetten we nog een paar hele grote stoere magnolia-takken erbij. Om het gehele beeld wat meer ruimte te geven. Zo, dan heb je een heel strak en super lang houdbaar boeket, wat echt een statement vormt in ieder interieur.